Welkom bij het Eva Weekjournaal. Met vandaag Open Mind Festival in de Prodentfabriek. Circuslessen bij de circusschool. Klimaatdag in de war. En Amersfoort kiest. Ondernemers aan het woord. Tijdens het Open Mind Festival spraken er inspirerende sprekers over psychische zorg. Ik ben Saskia Oskam, de persvoorlichter van Mind en Correlatie. En we organiseren vandaag in de Prodentfabriek een Open Mind Festival voor iedereen die interesse heeft in mensen met psychische problemen en psychische problemen aan zich. Mind organiseert het Open Mind Festival en dat is, er komen zo'n 500 mensen op af. We hebben allerlei programma's, we hebben gesprekken met psychiaters, we hebben gesprekken met ervaringsdeskundigen, met postpartum depressie, met mensen die een partner hebben verloren aan zelfdoding. Je kunt hier allerlei creatieve dingen doen, allemaal op een luchtige manier kennis maken met psychische problemen en ook zelf hulp zoeken en met elkaar in gesprek gaan. Mind organiseert het Open Mind Festival omdat we het belangrijk vinden dat mensen met elkaar praten over psychische problemen. Dat er openheid is, dat mensen zich niet buitengesloten voelen, maar juist gewoon onderdeel van een heel gezelschap. En je ziet dat hier heel veel mensen lopen die er of interesse in hebben of er ervaring mee hebben zelf of met een partner of wat dan ook. Dus we vinden het belangrijk dat iedereen met elkaar in contact komt en daarover praat. Wat bijzonder is aan het festival is dat er zoveel mensen bij elkaar zijn die dus op een of andere wijze interesse hebben in psychische problemen. Of dat nou is omdat ze er zelf ervaring mee hebben of een naaste of omdat ze vanuit hun beroep of noem maar op daar interesse in hebben. En we hebben een heel breed programma samengesteld waarin mensen dus met een psychiater kunnen praten, maar ook een lezing kunnen bijwonen, een tas kunnen ontwerpen met allerlei zelfbedachte teksten, noem maar op. Je kunt foto's van jezelf laten maken, je kunt met Correlatie in gesprek, onze hulplijn, dus van alles wat eigenlijk. Ik heb een aantal mensen gesproken en je ziet allemaal enthousiaste gezichten. Mensen die hebben echt zelf een blokkenschema gemaakt van daar moet ik vandaag naartoe. En zo te zien enthousiaste reacties, dus daar zijn we heel blij mee. Wat er allemaal te doen is eigenlijk te veel om op te noemen. Maar Bram Bakker is net geweest, de psychiater. Die heeft gezegd weg met die etiketjes, we moeten gewoon op een andere manier met psychische problemen omgaan. Helene van Rooyen komt straks vertellen over de Alzheimer van haar moeder. Je kunt in typisch in gesprek met mensen die ervaring hebben met postpartum depressie of depressie of noem maar op. Mensen die hun partner hebben verloren aan zelfdoding. Topschaatser Stefan Groothuis is er ook. Ja, noem maar op. Allerlei soorten gasten met wie je in gesprek kunt gaan. Bij Circus Amersfoort oefenen kinderen van 8 tot en met 11 acrobatiek en andere circusactiviteiten. Ik ben Vincent, ik ben 26 jaar. We zijn hier bij Circus Amersfoort in Amersfoort. En wij zijn het jeugdcircus van Amersfoort. We geven hier lessen aan kinderen, volwassenen, jongeren. Vandaag was gewoon een van onze vaste lessen op dinsdagmiddag, 5:30, 6:30. Met 8 tot 10-jarige kids die elke week hier op les komen. Elke week werken we dan aan verschillende onderdelen en wat we toewerken aan een voorstelling. Het doel van de les is vooral plezier maken en circusdingen leren. En wat ik net zei is het werken naar een voorstelling. Dus we gaan echt werken aan de techniek en aan hoe je op een podium staat. En dan gaan we aan het eind van het seizoen een mooie voorstelling neerzetten met al die kids. Wat er zo speciaal is aan circus is dat het iets speciaals is. Het is iets wat je niet vaak tegenkomt en het is heel laagdrempelig. Iedereen kan meedoen. Echt van, we werken ook met verstandelijk en lichamelijk beperkte. We werken met ouderen. Echt, het is de drempel is zo laag, iedereen kan meedoen. En dus ook kinderen vanaf 6 jaar, vanaf 4 jaar die bij ons op les zitten, die kunnen gewoon meedoen en met alle activiteiten meedragen. Hoeveel kids heb ik naar mijn zin, komen elke week met veel plezier terug. Aanstaande in de kerstvakantie hebben we een voorstelling in de Lieve Vrouw met onze wat oudere leerlingen. Die zitten dus ook al wat jaren op het circus. Die zijn ook in deze les begonnen op hun 8e. En die zijn nu een jaartje of 12 tot 16. En die
zitten dus meerdere lessen op per week, komen die naar het circus toe. Dus die maken zo, soms wel 5 uur per week op het circus. Dus die trainen echt hard. En die maken nu onder de leiding van de regisseur een voorstelling aanstaande kerstvakantie in de Lieve Vrouw Theater. Dus dat is wel waar we onze leerlingen naartoe brengen. Tijdens de Klimaatdag werd er diverse leerzame workshops gehouden. Ik ben Jan Bijtsma. Ik ben inmiddels met pensioen. Vandaag ben ik met Meetje Stad bezig. Als vrijwilliger help ik hier met mensen met de techniek. Ja, de bijzonderheid is toch dat er een hoop enthousiaste mensen zijn geweest vandaag. Die met 3 projecten bezig zijn geweest. Het maken van meetstationnetjes, het analyseren van data die we inmiddels al hebben van een goede 100 meetstationen die in de stad hangen. En van de verhaallijnen die inmiddels al zijn opgetekend door diverse mensen, om die eens te rubriceren en te kijken of we daar ook een analyse uit konden krijgen. Ik heb vandaag een meetkastje gemaakt waarmee we de luchtvochtigheid en de temperatuur kunnen meten in de stad Amersfoort. Ja, ik ben naar deze klimaatdag gekomen omdat ik in de stad Amersfoort mij met duurzaamheid bezighoud op allerlei terreinen. Dus voeding, energie, transport, maar ook klimaatbestendige tuinen. Hè, klimaat en klimaatverandering is toch een belangrijk aspect van duurzaamheid. Dus het heeft erg mijn interesse en ik kan de kennis ook gebruiken. Nou, de Klimaatdag is niet alleen voor Amersfoort belangrijk, maar is eigenlijk voor de hele wereld belangrijk. Dat kun je ook weer zien aan de grote conferentie die vorige week heeft plaatsgevonden. Klimaat is ons leven, onze gezondheid, ons genot, onze vreugde, maar het kan ook ons verdriet zijn als je af en toe de zaken op het nieuws ziet. De auto's door straten stromen of grote bosbranden ontstaan of andere zaken. Wat we hier dan in Amersfoort doen is te kijken van, kunnen we hier een analyse loslaten bij de stedenbouwkundigheid van die we nu hebben. Wat doet dat met de temperatuur, met de vochtigheid en eventueel in de toekomst met fijnstof en andere zaken. Nou, om meer mensen enthousiast te maken over hoe we om moeten gaan met ons klimaat. En of we er wel of niet zelf een bijdrage aan kunnen leveren om het klimaat voor ons allen goed en gezond te houden. Dat is wel een van de hoofddoelen. En het enthousiasme wat ik dan vanmorgen weer heb ervaren is dat er toch wel diverse mensen bezig zijn met hun eigen leefomgeving. En daar het klimaat dan een onderdeel van is. We hebben een meetstationnetje, die hebben we gebouwd en die hangen de mensen thuis neer. Daar wordt dan de temperatuur en de luchtvochtigheid die wordt daar gemeten. Dat wordt verstuurd door middel van een signaal 1 keer in het kwartier naar een gateway, een ontvangstinstallatie. Daar hebben we er momenteel 4 van in Amersfoort en dat gaan we nog uitbreiden naar 6, zodat we de stad dan helemaal ontvangstdekkend hebben. En die data vanuit die dan daar binnenkomt, die wordt verzameld in een computer en wordt daar weer ter beschikking gesteld voor de mensen die dan bezig zijn met het analyseren van de datum. Ik heb vanmorgen alleen enthousiaste mensen daarin gezien. Dus de mensen waren zeer enthousiast en vonden het ook leuk. En de betrokkenheid werd daardoor ook eigenlijk steeds groter van de mensen. Het zelf mogen bouwen van een meetstationnetje. Dat zag je gewoon dat de mensen daar erg leuk vonden om te doen. Ik ben Bert Schoondebeek, u bent bij Schoenmakerij Boon in Amersfoort. En wij zijn een schoenmakerij, maken sleutels, verkopen ledenwaren en we zitten al 22 jaar op deze locatie. Ik denk onze service met een glimlach. We proberen een goed product te verkopen, we proberen een mooi product vooral te maken. We proberen je schoenen heel mooi te herstellen en dat lukt ons al jaren aardig en daar zijn we trots op. Pien, dat is zo heet mijn zusje. En we hebben een periode gehad dat we samen de winkel deden. Dus, en zij was eigenlijk het meest, want wij hebben ook heel veel boeken en zo gemaakt, boeken uitgegeven en tijdschriften gewerkt. Dus mijn man en ik, dus die samen de winkel hadden eerst, die hadden wat minder tijd. En toen heeft zij heel vaak de winkel gedaan. En Pien vonden we een leuke naam.
En daarom hebben we hem toen Pien genoemd. Nou, we hebben een winkel met kunst en antiek. En we hebben zo ontzettend veel verschillende dingen. Dat komt bijna niet meer voor in Nederland. Want ik krijg heel veel mensen ook uit andere plaatsen. En dan zeggen ze, zo'n winkel is er bijna niet meer. Dus van alle jaren, eigenlijk alle getijden, ook heel vroeg. En Chinees en Japans en ook typisch Nederlandse dingen. Maar we hebben heel veel verschillende dingen. En daarom is Pien heel bijzonder eigenlijk. Ik ben van mening dat de politiek zeer zeker rekening moet gaan houden met ondernemers. Je hebt een hele mooie oude binnenstad in Amersfoort. En daar zijn we met z'n allen trots op. Maar die moeten in stand gehouden worden voor de ondernemers. En daar moet de politiek aan meehelpen. Nou, dat hoop je altijd natuurlijk, hè? Kijk, het grootste probleem is natuurlijk hier parkeren. Is altijd, hebben wij wel de Beestenmarkt parkeergarage vlakbij. Maar het kost toch veel geld. Dus dat is natuurlijk toch... Dat mensen willen zeggen, ja, ik ga even de stad in. Dat is natuurlijk niet zo erg makkelijk meer als vroeger. Want toen konden ze hiervoor, konden ze gewoon staan. En nu moeten ze al een ontheffing halen. Maar ja, dat is niet anders. Ik denk als we met z'n allen met de gemeenteraadsverkiezingen eens opletten op wie we stemmen. Dat moeten we natuurlijk altijd doen. Maar misschien is er een fractie die het parkeerbeleid bijvoorbeeld in zijn portemonnee heeft zitten. Of in zijn portefeuille heeft zitten. En de parkeertarieven aan de normale kant houden. Niet overal dezelfde winkels en horeca toelaten in stukken van Amersfoort. Dus een diversiteit in de stad proberen te krijgen. Nou, ze zouden bijvoorbeeld net buiten Amersfoort een flink parkeerterrein kunnen maken waar mensen de auto zetten. En dat er dan een busje naar de stad rijdt en mensen kan afzetten. Ik denk dat de politiek vooral oog moet hebben voor een veilig en gezellig ondernemersklimaat in Amersfoort. En het stukje veiligheid is voor het publiek altijd fijn natuurlijk. Nou ja, stimuleren dus mensen om weer te gaan winkelen. Dus om het aantrekkelijker te maken. En dat is vooral ook de parkeergelegenheden natuurlijk. Want op een gegeven moment krijg je het idee dat alles gewoon via internet gaat. En dat is natuurlijk wel jammer. Het is altijd belangrijk om je stem te laten horen. Je hebt in Nederland stemrecht. En mijn vrije mening is dat jouw stem gehoord moet worden. En iedereen loopt wel te roepen van het is verkeerd. Maar het is uiteindelijk waar wij met z'n allen op stemmen. Dus ga stemmen. Nou, om je eigen stem uit te brengen, om te zeggen wat jij wil. En wij dus ook, als ondernemer, om te zeggen wat wij graag zouden willen. En dan kiezen de partij die daarbij past. Bedankt voor het kijken en tot volgende week!